Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Mijn naam is Mike Hooiveld en tegenover mij zit vandaag een van de beste rankingmakers van Nederland, Erik Middelkoop. Hi, goedemiddag Mike. Dankjewel voor deze fantastische introductie. Bedankt. Nou, we beginnen normaal met de opvallendste dingen van deze maand. Maar ja, er is eigenlijk deze maand nog niet echt iets heel erg opgevallen, hè? Nou ja, opgevallen. Ik weet niet wat jij opgevallen noemt of niet. Als we kijken naar de World Series van de afgelopen maand, hebben we in de eerste van de drie luik die we natuurlijk gehad hebben, wel een hele opvallende winnaar gehad. Ja, om daar meteen op terug te komen, dan gaan we meteen terugblikken op die World Series. We begonnen inderdaad in Brisbane, in Australië. En daar was eigenlijk een hele verrassende winnaar, Damon Hetta. Ja, Damon Hetta, dat is toch wel het sprookje van Down Under van de afgelopen maand. Bedoel, de eerste Australiër die wint in Australië. Door Kyle Anderson heeft natuurlijk 2 jaar terug ook gewonnen, maar dat was in Nieuw-Zeeland. De finale op zijn 32e verjaardag, 20.000 pond erbij, World Series Finals voor geplaatst. Maar ook de manier waarop hij dat gedaan heeft. Ja, ik heb er wel van genoten hoor. Nou, om daar meteen op terug te komen, gaan we even beginnen met het toernooi. Ja, Kyle Anderson die jij net noemt, die begint goed aan het drieluik in Down Under. Die verslaat Peter Wright met 5-6. En dan zie ik toch Wright weer met pijlen wisselen. Heel goed gegooid met die set waar hij op de matchplay mee stond en het weekend ervoor al. En toch weer wisselen. Ja, wisselvalligheid is denk ik een beetje het goede woord voor Wright dit hele seizoen al. Niet alleen met pijlen, maar ook qua prestaties. Ja, hier verliest hij dan ook gewoon weer de eerste ronde van Kyle Anderson met een gemiddelde van 90. Ja, het is niet slecht natuurlijk, maar het is ook niet hoe we Wright kennen. Nou ja, verder kwam James Wade in de problemen tegen de uiteindelijke winnaar van het toernooi, Damon Hetta. Ja, Wade, wat hij bij de Zwaan wel deed, dat deed hij nu bij Hetta niet. Ik vind toch, hadden ze misschien beter ook thuis kunnen laten tijdens deze World Series, in mijn ogen. Nou ja, voor Wade zelf gezien denk ik dat je het daar wel bij het juiste eind hebt. Ik bedoel, Wade kennen we natuurlijk iemand, als het seizoen te lang wordt en hij te veel wedstrijden speelt, heeft dat toch vaak ook invloed op zijn prestaties. Nou, ik denk dat we dat hier toch ook weer hebben kunnen zien. Ik bedoel, hij verliest hier de eerste ronde van Hetta, ja, het toernooi in Melbourne, precies hetzelfde. In Hamilton in Nieuw-Zeeland haalt hij dan wel de halve finale, maar ja, het houdt niet over. Ja, misschien hadden ze hem beter thuis kunnen laten. Ja, maar je laat zo'n jongen als Michael Smith laat je thuis. Ja, dat kan je misschien nog wel begrijpen. Die is jong, die geeft je wat meer rust om wat oudere spelers misschien er iets beter mee om kunnen gaan. En je kan ook bijvoorbeeld een Gavin Price meenemen die misschien Down Under wel een publiekslieveling is. Ja, opties te over. Ja, die twee doen het op tv in ieder geval natuurlijk altijd goed. Ja, World Series is toch natuurlijk een veredeld demonstratietoernooi. Wat mij betreft hadden ze dat gedaan. Maar aan de andere kant, Wade heeft ook wel een ontzettend goed voorjaar gehad. Dus dat ze die meenemen is ook niet onterecht natuurlijk. Het is natuurlijk verdiend. En je moet natuurlijk ook kaarten verkopen. Daar zijn de World Series natuurlijk voor het grotendeel op gebaseerd. Voor de rest weinig verrassingen in de eerste ronde. Wel Rob Cross die het nog enorm moeilijk kreeg tegen James Bailey. Maar won uiteindelijk wel met 6-5. Nou, in de volgende ronde was er eigenlijk, de eerste wedstrijd was meteen een Australische clash. Dat was Simon Whitlock tegen Kyle Anderson. En Kyle Anderson ging eigenlijk keihard eraf. Ja, dat was niet zijn beste wedstrijd, zullen we maar zeggen. Ja, 8-0 verliezen, dat vind je nooit leuk. Whitlock speelde gewoon natuurlijk hele goede partij, boven de 100 gemiddeld. Maar Anderson gaf niet thuis die wedstrijd. Nou, en die andere Anderson, Gary Anderson, gaf ook niet thuis. Die verloor van Damon Hetta. Van Barneveld, die voor het eerst met nieuwe pijlen speelde, gaan we later op terugkomen. Verloren van Rob Cross. Begon wel met andere setup dan dat hij eindigde. Al had hij misschien met diezelfde setup begonnen, had hij misschien wel gewonnen. En ik denk toch wel een andere verrassing. Naast Rob Cross en Raymond van Barneveld, die hem vaak dwars zitten, werd Michael van Gerwen nauw verslagen door Darryl Gurney. En dat is natuurlijk niet de eerste keer. Nee. Ja, Gurney lijkt toch wel eventjes in Van Gerwen zijn hoofd gekropen te zijn. In de Premier League natuurlijk 2 keer dat Gurney hem weet te verslaan. De Players Championship Finals vorig jaar was Gurney ook van Gerwen te slim af. En hier pakt hij hem gewoon weer. Ja, toch opvallend. De halve finales hadden we weer 2 Australiërs tegenover elkaar. Whitlock tegen Hetta. Hetta wint. Die wint uiteindelijk ook het toernooi, dus daar hoef ik niet verder op aan te gaan. Gurney die ging vrij kansloos tegen Rob Cross onderuit. Volgens mij kwam Cross nog 5-0 voor in die wedstrijd. Ja,
Ja, Cross stond die wedstrijd ook gewoon verschrikkelijk goed te gooien. We 106,5 gemiddeld. Ja, dat is gewoon echt wereldniveau. Ja, en toch ook die Hetta, wil er wel iets over kwijt nog. In de kwartfinale heeft hij dan misschien wel wat geluk dat Anderson daar 24 darts op zijn dubbels mist. Al wist Hetta daar zelf ook 15. Maar ja, het verschrikkelijk goede finishen wat hij op de cruciale momenten doet. Ja, met name dat heeft Hetta denk ik de titel gegeven. In de eerste ronde staat hij 4-5 achter tegen Wade. Wade staat op tops om de wedstrijd gewoon uit te gooien. Ja, en dan gooit hij 164 uit. Ja, wat hij dan daarna in de finale laat zien tegen Cross, doet hij dat gewoon nog een keertje. Staat hij 1-3 achter en dan gooit hij weer 164 uit voor de rebreak om weer gelijk te komen met Cross daarna. Ja, en dan in de decider, de laatste leg, dat hij 170 gooit om 32 over te halen. Ja, die momenten, dan verdien het ook echt om het toernooi te winnen. Ja, inderdaad, in de finale versloor hij Rob Cross natuurlijk. Ja, echt leuk voor de jongen dat hij wint. Ja, ik moet het maar zien, dit is een ongerankt toernooi. Ik ben benieuwd wat dat soort jongens op rankingtoernooien kunnen. Ik ben benieuwd of hij ook naar Q-School gaat dit jaar. Ja. Want hij verdient het eigenlijk wel om naar een toolcard toe te gaan. Want ik vind de jongens die daar blijven hangen is ook een beetje zo in de Azië-tour. Ik vind toch dat ze een toolcard moeten gaan halen. Nou ja, hij gaat het doen, hè? Heeft hij aangegeven. Hij gaat in januari de Engelse UK Q-School gaat hij gooien. Ja, of hij het daar gaat redden of niet, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Q-School ontzettend lastig, in 4 dagen, ontzettend goed deelnemersveld. Je moet dan maar net in vorm zijn, wil je daar dan doorheen komen? Ja, jij zegt dat zo, het blijft natuurlijk altijd wel lastig voor jongens die aan de andere kant van de wereld wonen, om naar Engeland te gaan komen, om daar dan de hele tour te gaan gooien. Dan moet je eigenlijk de keuze maken, of je moet ontzettend vaak heel ver gaan reizen. Nou, met jetlags is dat eigenlijk niet te doen. Ja, en anders moet je dan of alleen of met je hele gezin gaan verhuizen. Ja. Het is wel even een stap, hè. En ja, hij heeft het toernooi prachtig gewonnen. Hele mooie finishes, cruciale momenten. Maar het is niet dat hij nou 4 wedstrijden achter elkaar boven de 100 hebt staan gooien. Dus of je het dan uiteindelijk ook heel ver gaat schoppen, ja, dat moet ik nog maar zien. Ja, dan gaan we naar Melbourne toe. Daar was onze Nederlander en nummer 1 van de wereld, Michael van Gerwen, weer winnaar. Na heel lange tijd zonder een prijs, zonder een goed niveau, was dit eigenlijk weer voor het eerst dat we Van Gerwen weer een beetje de oude Van Gerwen zagen worden. Ja, ja, nou ja, de oude Van Gerwen, dat misschien nog niet. Maar hij wint eindelijk weer eens een keer wat. Het is misschien gek om te zeggen bij Van Gerwen, maar dat was inderdaad alweer eventjes geleden. Het was trouwens ook pas zijn tweede winst in Australië ooit. Perth in 2016 had al een keertje gewonnen, maar daarna nooit meer. In de eerste ronde was er maar één verrassing dit keer. En dat was toch wel weer James Wade die eruit vliegt. Ja, en dit keer ook wat overtuigender van Hetta. 6-1 met 99,6 gemiddeld ja, was dit toch eigenlijk wel een eenzijdige wedstrijd. Sorry, het grappige was dat Hetta de volgende ochtend na zijn overwinning in Brisbane op maandagochtend gewoon nog in een geel hesje op het dak te zien was. Gewoon weer aan het werk moest, maar een week later flikt hij het kuntje tegen Wade nog een keer. Ja, maar nou mocht het succes niet baten, want in de ronde daarna pakte Rob Cross zijn revanche en die won van Damon Hetta met 8-3 in de kwartfinale. Andere Nederlander, Remo van Barneveld, die vloog eruit tegen Peter Wright. Eigen schuld, miste veldenveld dubbels. Hij had de wedstrijd zelf totaal eigenlijk in handen. Hij kon Wright breken bij een stand van 4-5 in het voordeel van Barneveld. Deed dat niet en toen is eigenlijk meteen Wright met de wedstrijd gaan lopen. Nou, in de halve finale kwam Peter Wright weer in actie natuurlijk tegen Michael van Gerwen. En wat gebeurde daar allemaal? Ja, poeh. Peter Wright die was er niet meer. 8-0. Ja, beter kan je niet doen zoals van Gerwen al zei. Nee, inderdaad. Wright was wel wat kwaad op het podium. Maar ja, dat is meer zijn eigen verdienste dan die van Gerwen. Begon te klagen, gemiddelde onder de 80. Wright, tip voor ons. Pak één setje pijlen en blijf het daarmee doen. Want dit schiet niet op. Ja, denk je dat hij dat ooit nog gaat doen? Ik denk dat hij altijd blijft wisselen. Ja, dat denk ik ook. Nou, Van Gerwen won dat toernooi. Ditmaal versloeg hij wel Daryl Gurney. Maar hij was echt sterk in die finale. Van Gerwen, terechte winnaar. Ja, dan gaan we Australië achter ons laten. En dan gaan we naar Nieuw-Zeeland. Daar hadden we dezelfde winnaar als in Melbourne. Maar wel een oude Nederlandse finale. Ja, ja, mooi om te zien. Ja, het lek is boven bij Van Gerwen, zou je dan zeggen. Weer 2 keer winnen op rij. Maar goed, zo overtuigend vond ik het toch allemaal net niet. Al moet ik wel zeggen dat hij in Nieuw-Zeeland en in Melbourne ook 2 keer een goede Gary Anderson wel gewoon weet te pakken.
Ik denk dat dat met name dingen zijn die Van Gerwen dan wel mee naar huis neemt. En het feit dat hij wint natuurlijk ook wel. Voor de rest zal er nog echt wel een schepje bij moeten. Wil hij in het najaar de winnende lijn doortrekken. Maar met name Van Barneveld, dat hij weer eens een keer een finale had. En ja, dat we ook eindelijk weer eens een keer een lach op zijn gezicht zagen hier en daar. Met name dat neem ik toch wel mee uit Nieuw-Zeeland. Ja, nou, we gaan in de eerste ronde wist Ben Rob met 6-4 van Simon Whitlock te winnen. Dat was best wel netjes, speelde geen slechte wedstrijd. Whitlock wel. Maar toch leuk voor zo'n Ben Rob dat hij dan toch wint. Ja, ja, altijd leuk. Tenminste, dat is mijn mening als zo'n lokale qualifier de eerste ronde doorkomt. Hè, we zien dat niet bij alle World Series toernooien, maar in Down Under is het toch al meerdere keren gebeurd. Ja, dit keer was het de beurt aan Ben Rob. Nou, vorig jaar plaatsten ook de beste vier spelers van de PDC Order of Merit zich. Dat zal dit jaar weer hetzelfde zijn. Dat zijn in dit geval, kan nog wijzigen. We hebben tot ergens in oktober is er een datum geprikt. Dat zijn Michael Smith, Garin Price, Mansell Sujovic en Ian White. Daarbij worden er 4 tot 8 uitnodigingen verstuurd. Wij denken sowieso al 3 namen zeker te hebben. Maar we noemen even zeker, het is onder voorbehoud. Nathan Espinol, Gabriel Clemens en Simon Whitlock. Wij verwachten dat die daar zeker gaan staan. Vorig jaar zijn er 4 plekken op de qualifier verdeeld. Dat kunnen er dit jaar wel eens 8 gaan worden. Nou, ja, dat laatste is inderdaad nog een beetje onduidelijk. Hè? Hoeveel mensen gaan er uitgenodigd worden en hoeveel blijven er dan over voor de qualifier? Maar ja, het kan toch niet zo zijn inderdaad dat je Espinol en Clemens als winnaar en finalist niet uitnodigt. Dus die verwachten we er zeker bij. Maar hoe meer plekken voor de qualifiers er open zijn, hoe meer Nederlanders we eventueel nog kunnen gaan zien naast Van Gerwen en Van Barneveld natuurlijk. Ja, zeker zo'n Ron Meulenkamp, die hebben we natuurlijk laatst ook in de podcast gehad. Die stort ik niet onder stoelen of banken, dat die echt heel graag in Amsterdam zou willen spelen. Ja, ja, wie wil dat niet als Nederlander voor eigen publiek, veel publiek. Ik verwacht daar dezelfde fratsen als die we in Ahoy natuurlijk gezien hebben. Ja, daar wil je toch als Nederlandse darter op het podium staan. En eerlijk is eerlijk, voor de zomer heeft Meulenkamp natuurlijk echt goede dingen laten zien op de vloertoernooien. Ja, hij kan zomaar zo'n qualifier doorkomen. Ja, dat zeker. Nou, ik denk dat we dan de tourkaarthouders tot zover hebben gehad. Dan gaan we naar de Challenge Tour. Nou, dan gaan we even wat sneller doorheen. Cameron Mensings, die won voor het eerst dit jaar een Challenge Tour. Hij won met 5-2 van Wessel Nijman. En dan, ja. Wessel Nijman, ja, die gooit echt goed de laatste tijd. Mocht op een Player Championship toernooi ook al meedoen in Hildesheim. Daar deed hij het echt goed. Versloeg ook een top 16 speler. Wat kunnen we nog verwachten van Wessel Nijman? Ja, ik denk ontzettend veel. Hartstikke jonge, talentvolle jongen. Die nu ook in de grote mannenwereld de nodige ervaring op aan het doen is. Haalt dan zo'n finale in de Challenge Tour. Ja, en vergis je niet, het is wel het tweede niveau. Maar het niveau van de Challenge Tour is de afgelopen jaren ook gewoon ontzettend hard omhoog gegaan. Daar even de finale halen is echt niet iedereen gegeven. Het zit daar vol met BDO-spelers, sinds die regelgeving natuurlijk aangepast is. Oud-tourkaarthouders, zelfs vrouwen, Lisa Aston zien we daar regelmatig terug. En kijk naar vorig jaar, de Challenge Tours. Huge, vorig jaar, 12e, nou, wint nu een Eurotour. Ratajski werd daar ook maar 5e, wint nu ook meerdere vloertoernooien. Het niveau van de Challenge Tour is echt ontzettend hoog. En als je als Wessel Nijman zijnde daar de finale weet te halen, ja, dat belooft wat. Ja, zeker. Nou, andere Challenge Tours werden gewonnen door Patrick Linsky, José Nurga en Colin Ridge. Met nog 1 weekend te gaan, met nog 4 toernooien, staan Cameron Menzies en Jesus Nurga op een tourkaartplek. En Menzies staat virtueel op het WK. Maar er zijn nog genoeg spelers die het deze twee spelers moeilijk kunnen gaan maken in het laatste weekend. Ja, en wat jij... Ja. Wat jij zegt, zo'n Eurotour is natuurlijk vrij zwaar. Eurotour en zo'n Challenge Tour is best wel zwaar natuurlijk. Want het zijn 4 toernooien in 1 weekend, 2 op een dag. Volgens mij doet er 256 man aan mee. Dat is wel pittig hoor. Ja, het is vaak een deelnemersveld van 200 plus deelnemers. En 2 toernooien op een dag. Ja, je begint 's morgens al. En als je de finale in het tweede toernooi op zo'n dag haalt, dan sta je gewoon van 's morgens tot 's avonds te gooien. Ja, die Jesús Noguera, die Spanjaard trouwens die jij noemt, het was al wel zijn tweede overwinning dit jaar. Een beetje geruisloos en niemand kent hem, is die jongen echt aan de weg gaan timmeren. Op dit moment staat hij inderdaad op een tourkaartplek. Ja, zou het zomaar kunnen zien dat we hem volgend jaar op de tour gaan zien.
En wellicht natuurlijk Cameron Menzies. Dat zou wel erg leuk zijn natuurlijk. Ja, ja, zeker leuk zijn. En dan gaan we meteen door naar de development tour. Nou, ik noem eerst even de eerste twee winnaars op. Dat was Shane McGruck. Die versloeg met 5-4 Cannon Barry. Ja, de development tour 14 die werd gewonnen door Ted Evans. Niet geheel verrassend. Ja, en dan de development tour 15. Hij zei het al in de vorige podcast. Geert Neentjes. Ja, Geert Neentjes. Ja, ontzettend goed. Hij doet het echt supergoed op de development tour dit jaar. Ja, Ted Evans staat daar dan wel eerste. Die is bijna niet bij te houden natuurlijk. Die jongen heeft 3 weekenden meegedaan. Dus 12 events gespeeld. En hij heeft er 6 van gewonnen. Dus hij wint gewoon de helft van toernooien waar hij aan meedoet. Maar Geert Neentjes, ja, die pakt er toch ook maar mooi eventjes eentje. En hij gooide en passant ook nog eventjes zijn derde 9-darter dit jaar. Dat is niet iedereen gegeven om de 3 in een jaar te gooien. Ik kan je een rijtje spelers opnoemen die dat gepresteerd hebben bij de PDC. Maar dan kom je uit bij James Wade, Raymond van Barneveld, Simon Whitlock, Adrian Lewis. Uiteraard Phil Taylor en Michael van Gerwen. En nu dus Geert Neentjes. Wel een leuk rijtje om in te staan. Ja, zeker. Nou, ik heb natuurlijk ook tegenover Geert gezeten. Hele nuchtere jongen. En ik denk dat we daar echt nog wel een hoop kunnen van gaan verwachten. In de toekomst ligt de druk ook niet heel hoog. Doet stapje voor stapje. Wil niet meteen te veel. Ik denk dat we daar echt nog wel een hoop mooie dingen van kunnen gaan zien hoor. Ja, zeker. Hij komt inderdaad heel stabiel, heel rustig over. Ja, wandelt de juiste route. Development Tour blijft hij gewoon gooien, ondanks dat hij toch zijn tourkaart heeft. Ik denk dat hij daar ontzettend verstandig aan doet. Dan leer je toch te winnen en om te gaan met lange dagen op de vloer spelen. Ja, hij is pas 20 jaar. Op de main tour wil het nog niet helemaal lukken. Maar dat hebben we vaker gezien bij spelers van die leeftijd. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat hij zich gaat melden. Ja, dat denk ik ook. Nou, de development tour 16 die werd weer gewonnen door Ted Evans. Ja, ik denk dat Ted Evans die steekt zeker op de development tour al echt met kop en schouders erbovenuit. Ja, ja, die is ongenaakbaar. Die is ook bijna niet meer in te halen. Dat is ook de discussie die er nou natuurlijk een beetje is. Hè? Er zijn een hoop spelers op de development tour. Lang niet allemaal, maar ze zijn er. Ja, die er toch minder van gecharmeerd zijn dat tourkaarthouders als Ted Evans en Geert Neentjes, maar ook bijvoorbeeld een Luc Humphries, dat die ook mogen gooien op de development tour. Jeffrey de Zwaan doet regelmatig mee, Corey Cadby hebben we er ook nog gezien. Ja, die vinden toch eigenlijk dat spelers als ze helemaal een tourkaart hebben op de development tour niet meer welkom zijn. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Ja, ik vind dat ze wel welkom mogen zijn, maar ik denk dat als jij bijvoorbeeld als je 19 bent je tourkaart haalt, dan is het heel simpel. Als je hem na 2 jaar niet behouden hebt en je behoudt hem weer via de development tour order of merit, dat is het heel simpel. Dan is het gewoon geen development tour meer voor jou en dan moet je bij de echte mannen gaan bewijzen. Je mag tevens in mijn ogen nog wel deelnemen aan het jeugd-WK, want daar geldt gewoon een leeftijdslimiet voor en ik vind het jeugd-WK vind ik iets anders dan de development tour. Ja, nou ja, daar valt ook zeker wat voor te zeggen. Persoonlijk ben ik wel een andere mening toebedeeld. Ik denk ook met name dat de development tour waarde heeft als jij als jonge speler tegen dit soort tourkaarthouders mag gooien. Ik denk dat je daar zelf ook alleen maar beter van wordt. Ja, aan de andere kant maakt het je winstkans wel kleiner, zo eerlijk moeten we zijn. Ik bedoel, de top 4 van de development tour nu, die heeft gewoon een tourkaart. Maar goed, ik denk dat je uiteindelijk wel een sterk deelnemersveld hierdoor hebt, waar uiteindelijk iedereen bij gebaat is. Ja, dat zeker. Ik vind het ook een beetje, als je moet gaan klagen over spelers, ik denk dat je eerst bij jezelf moet gaan zoeken voordat je een ander iets gaat toewijzen. Nou, met nog een weekend te gaan, met nog 4 toernooien, staan Geert Neentjes en Ryan Milik virtueel op het WK. Geert is bijna zeker. Moeten hele gekke dingen gebeuren. Wil dat fout gaan lopen. Tevens staan Ryan Milik en Shane McGuck. Staan momenteel op een toolkaartplek. Zie jij er nog verrassingen tussen gaan gebeuren? Of verrassingen die... Oh ja, Ryan Mikkel is natuurlijk zo'n jongen die op dit moment zijn tourkaart heeft. Maar hem aan het verliezen is. Hij moet heel goed gaan gooien op de gewone tour in het najaar. Wil hij die nog kunnen behouden? Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ja, waarschijnlijk gaat die jongen dan via de development tour opnieuw zijn tourkaart weer halen. Echt verrassend is dat dan niet. Voor Shane McGurk, een Ier, is natuurlijk wel verrassend. Die zou het voor het eerst voor elkaar boksen. En sowieso, de Ieren doen het ontzettend goed op de development tour. Shane McGurk wint hier zijn eerste toernooi. Staat 5e in de ranking. Maar in dit weekend hebben ook Kieran Tien en Keen Barry ook allebei een finale gehaald. 2 hele jonge Ieren. Ja, die Ieren zitten er echt aan te komen.
En ja, leuk om te zien dat die Barry met zijn 17 jaar gewoon direct ook finales haalt op de Development Tour. Maar ook onze eigen Ome Roelofs met zijn 16 jaar haalde een finale. Verloor hem van Ted Evans. Nou, dat kan gebeuren. En dan een jonge schot, Nathan Gervin, ook 16 jaar. Die haalde de finale die hij dan verloor van Geert Neentjes. Maar goed, als je dus goed en wel beschouwt dat er ook jongens van 16 en 17 jaar ook finales kunnen halen. In een deelnemersveld met tourkaarthouders. Ja, dan kan het dus wel, hè? Ja, het kan zeker. En ik denk ook zeker dat het echt wel meerwaarde heeft om dat soort jonge gasten daar op de development toe te laten spelen. Ik denk dat de 16 een mooie leeftijd is. Ik denk misschien dat je nog wel kan verhogen naar 18. Want dan kan je ook zelfstandig reizen, auto rijden, et cetera. Maar ik denk dat de development tour echt wel een meerwaarde voor de PDC momenteel. Nou, dan zijn er een paar Eurotour qualifiers geweest. Bijvoorbeeld de Nordic en Baltic qualifiers en de Oost-Europese qualifiers. Heb jij die een beetje gevolgd, Erik? Nou, volgen doe ik ze niet echt. Ik kijk altijd wel wie de winnaar zijn. En vaak zie je dan toch ook wel wie de finale hebben gehaald. En de halve finales en kwartfinales. Ja, uiteraard, als ze eenmaal gaan spelen op het hoofdtoernooi, dan komen ze in mijn rankings voor. Dus dan zie ik dat zeker. Adam Gavlas, de Tsjech die zich geplaatst heeft voor het toernooi in Wenen. Ja, die jongen is pas 17 jaar. Leuk om te zien dat er ook jonge Tsjechen doorkomen. En ja, ik denk toch ook dat het mede te danken is aan de Eurotour die we daar eerder dit jaar in Praag gehad hebben. Ja, dat denk ik zeker ook. Andere bekende naam die je weer op ziet duiken is Boris Koltsov. Ja, de Rus die echt tegen zijn tourkaart aan zit te schurken. Die het ook in de Challenge Tour ontzettend goed doet. En omdat hij het daar dan zo goed doet, mag hij ook in de Players Championship eigenlijk elke keer meedoen vanaf begin af aan van het jaar. En ja, via de Oost-Europese qualifiers weet hij zich ook regelmatig te plaatsen voor een Eurotour-toernooi. En hij wordt beter en beter. Als hij het via de Challenge Tour niet haalt dit jaar, zou het zomaar kunnen dat hem op Q-School tegen gaan komen en dat hem daar wel gaat lukken. Ja, nee, ik denk dat zeker Q-School dit jaar weer een mooi deelnemersveld gaat hebben. In de Nordic en Baltic qualifiers zijn Dennis Nielsson, Daniel Larsson en Cor Dekker. Die hebben zich geplaatst over achtereenvolgens Nielsson in Mannheim, Larsson in Riza en Cor Dekker in Gibraltar. Ik denk dat vooral die Nielsson, die hebben we natuurlijk eerder dit jaar gezien. Of dat was Larsson, een van de twee. Die hebben we eerder gezien in Zwolle dit jaar en dat ging hem vrij goed af. Ja, dat was Nielsson en ja, die zien we regelmatig op de Eurotour terug. Heeft ook onlangs bij de BDO trouwens in Zweden een toernooi gewonnen. Ja, gewoon een verschrikkelijk goede darter. En als hij zijn dag hebt, dan kan hij het iedereen moeilijk maken. En voor Larsson geldt eigenlijk hetzelfde. Alleen die heeft ervoor gekozen wat minder te gooien. Dus die zien we misschien wat minder vaak. En Cor Dekker is natuurlijk ook leuk, hè? Aanstaand weekend is hij er al bij in Oostenrijk. Maar in Gibraltar aan het einde van het seizoen is nog een keer. De Nederlandse Noor. Ja, die gaan we ook weer eens zien. Ja, het zou mij benieuwen of het geen eerste ronde voor wordt. Nou goed, er zijn er ook een paar internationale tours gespeeld. Down Under is de CDC tour gespeeld. Miller won daar met 6-5 van Matt Campbell. En de dag erna pakte Campbell zijn revanche. Niet tegen de winnaar van de dag ervoor. Maar hij won wel met 6-3 in dat toernooi. Met nog één weekend te gaan. Met nog twee toernooien daarin in dat weekend. Staat Darren Young als Amerikaan. En Matt Campbell als Canadees virtueel op het WK. Verder is ook nog de PDC Nordic en Baltic Tour gespeeld. Daniels Labadauskas won daar met 6-5 van Manus Rasma. Nou, dat zijn altijd tourkaarthouders. Wat vind je er eigenlijk van dat die daar wel mee mogen doen in die tour? Nou ja, dat is dan dus eigenlijk weer een beetje dezelfde discussie als die we net over de Development Tour hadden. Ja, persoonlijk vind ik dat prima. Ik denk dat heel Scandinavië, de Scandinavische darters, om het zo maar te zeggen, er baat bij hebben dat zij meedoen. Zij trekken het niveau daar echt omhoog. Ja, ze staan dan wel bij de 1 en 2 ook in de ranking. En verdienen daarmee de WK-plekken. Al gaat Labanauskas dat waarschijnlijk al via de Pro Tour doen. Dus in die zin valt er wat voor te zeggen dat je dat oneerlijk vindt. Maar persoonlijk vind ik het alleen maar goed als je daar het niveau mee omhoog krikt. Dus ja, prima. Ja, verder hebben we ook nog Nordic en Baltic Tour 6. Daar stond Marco Kante in de finale tegen Dennis Nielsson. En Kantele won toch met 6-4 van Nielsson. Ja, Kantele, ook een tourkaarthouder natuurlijk. Al breekt hij wat minder potten dit jaar. Ja, weet toch ook maar gewoon Dennis Nielsson te verslaan. Ja, en ik denk ook dat het gooien van de vloertoernooien, ja, die jongens ook gewoon helpen om die toernooien dan in Scandinavië winnend af te sluiten. Ja, nou, dan hebben we de PDC Nordic en Baltic Tour eigenlijk wel redelijk gehad. Er komen nog wel 4 toernooien aan. Gaan we zeker in de volgende podcast op terugkomen. En dan gaan we naar de BDO toe. Ja, en die naalt zijn eerste major van het jaar. Ja, die gaat dit weekend natuurlijk beginnen.
As we speak is de laatste qualifier nog bezig. Maar de BDO World Trophy, ja, die gaat eraan komen. Ja, nou, in voorbereiding op de World Trophy, althans zo noem ik het een beetje, zijn er in België, in Zweden en in Frankrijk wat toernooitjes gespeeld. Bij de mannen in Antwerpen, tijdens het Antwerpen Open, won Wayne Warren met 7-5 van Gary Stone. En bij de vrouwen won Astrid Trouwenbos van Sharon Prince. Jeugdtoernooi werd vooral bij de meiden gewonnen door een Nederlandse. Lena Rietbergen die won bij de dames. In Belgium Open won Nikki Kenny met 7-4 van Tony Veenhoff. En Tony Veenhoff is een Nederlander, dus een Nederlander was runner-up in dag 2 in België. Bij de dames won Eileen de Graaf. Nou, dan hebben de Nederlanders toch niet slecht gedaan in Antwerpen. Nee, zeker niet. Bijna thuiswedstrijd natuurlijk. Dus mooie prestaties daar. Van Lorena Rietbergen met name en Aline de Graaf natuurlijk. Ja, ook Tony Veenhoff, verrassende finale wellicht. Verloor daarvan de man in vorm, Nick Kenny. Want die won de Belgium Open, maar natuurlijk wat later in Frankrijk deed hij het nog een keer. Ja, goede prestaties. Nou, dat zeker. Nou, dan gaan we naar Zweden toe. Nou, en daar won Dennis Nilsson. En bij de dames won Miro Suzuki op dag 1. En op dag 2 won Gary Stone met 5-2 van John Smith. En de dag erna won bij de dames Lisa Esten, die de dag voor de finale verloor van Miro Suzuki. Wat vind jij er eigenlijk van dat zo'n Dennis Nilsson dan ook weer op de Zweden Open speelt? Ja, aan de ene kant kun je zeggen het is een beetje raar. Misschien moeten we er ook aan wennen met z'n allen. Maar ja, persoonlijk vind ik het prima voor de spelers die geen tourkaart hebben. Dat ze gewoon kiezen wat ze kunnen doen. Hè? Of Challenge Tour, Eurotour qualifiers. Maar aan de andere kant ook BDO toernooien. Laat ze maar ervaring doen op grote toernooien en op podia. Ik denk dat het alleen maar goed is voor de sport in het algemeen. Ik heb daar echt geen problemen mee. Nee, ik zeker ook niet. En ik denk dat het ook een samenwerking tussen de PDC en BDO op deze manier zeker ten goede doet. En zeker de BDO heeft dit echt wel nodig de aankomende paar jaar. Nou, dan is er in Frankrijk ook nog gespeeld. De eerste dag won Nikki Kenny met 5-1 van Nick Fulwell. Bij de dames won Data Hetman weer eens een toernooi. Die versloeg Lisa Esten in de finale. Danny Jansen won het jeugdtoernooi. Dus een Nederlander die het jeugdtoernooi won. Dag erna was er weer een Nederlandse winnaar. Dat was Eileen de Graaf. Die won in de finale met 5-4 van Lisa Esten. Lisa Esten is dus dat weekend twee keer runner-up. En twee keer wordt ze verslagen in de finale. Bij de mannen was de finale niet heel spannend. Adam Smith-Neal die won met 5-0 van David Evans. En ik denk dat we Neal echt wel in de gaten mogen gaan houden voor de BDO World Trophy. Ja, je hebt een paar namen genoemd die we wel in de gaten kunnen houden natuurlijk. Adam Smith-Neal als laatste winnaar van het toernooi zou je dat kunnen zeggen. Maar goed, er zijn er wel meer kanshebbers denk ik. Als we kijken naar de Nederlanders voor de World Trophy zijn natuurlijk de eerste namen die we tegenkomen. Veenstra en Harms. Ja, Veenstra is het jaar ontzettend goed begonnen. Hij won de Dutch Open natuurlijk. En even later in maart ook Isle of Man Classic. En in datzelfde weekend ook nog een finale. Daarna is het allemaal wel iets minder geworden. Maar goed, ik zie hem toch zeker als kanshebber. Al heeft hij op zich best een lastige loting. Eerste ronde moet misschien nog wel lukken tegen Justin Thompson. Maar daarna krijgt hij, of die Nick Kenny, hè, de man in vorm. Je noemt hem net twee keer als winnaar in de afgelopen maand. Die het opneemt in de eerste ronde tegen Kyle McKinstry. Kyle McKinstry kennen we vanuit de BDO. Maar heeft dit jaar toch met name Challenge Tour gegooid. En op de BDO wat minder. Maar heeft op die Challenge Tour laten zien dat hij wel degelijk nog goed in vorm is. Hè, met de finale plaats. Dus Veenstra heeft een lastige loting. Harms daarentegen is echt de man van het seizoen. Al 4 toernooien gewonnen dit jaar. In Denemarken, Slowakije, Schotland. Niet de makkelijkste. Dat is zeker een kanshebber. Ik wou zeggen, Wesley Harms die treft dan wel in de eerste ronde Paul Hogan. Dus die wordt wel meteen onder druk gezet. Als we meteen gaan we meteen helemaal vooruitblikken op de BDO World Trophy. Als we er toch over bezig zijn. Qualifier is zoals Erik zegt nu nog bezig op het moment dat wij aan het opnemen zijn. Maar ik denk toch, als we even naar de krakers gaan kijken. Is toch meteen Wesley Harms Paul Hogan. Is wel denk ik de wedstrijd van de eerste ronde. Paul Hogan die we kennen van de UK Open. Ja. Ja, Paul Hogan, de amateur professional zoals die wel eens genoemd wordt. Ja, verschrikkelijk lastige loting voor Wesley Harms. Al denk ik dat in de huidige vorm Harms dat toch moet kunnen gaan winnen. Maar hij moet het nog maar doen, hè?
Nou, hij moet het zeker nog doen. Als we verder naar de loting kijken, komen we ook nog Martijn Kleermaker tegen. Die moet tegen David Parletti. Ja, dat is ook geen makkelijke loting. Nee, nee, zeker niet. Parletti, de geplaatste speler ook in die partij. Ja, Kleermaker is ook wel echt doorgebroken dit jaar. Ook verschrikkelijk goed gedaan. West-Fries Open en Masters, dat won die beide in één weekend. Nou, dat was geen eendagsvlieg, want daarna in Wales won hij nogmaals een toernooi. Dus ja, het is zeker geen makkelijke loting voor beide spelers. Maar ja, ook Parletti heeft een verschrikkelijk goed seizoen tot nu toe gedraaid. Ook een aantal toernooien gewonnen. Ik denk dat die wedstrijd echt heel 50-50 gaat zijn. Ja, zeker. Ja, als we even naar de loting kijken, zien we ook Amy Hamilton weer terug. Niet als het beste seizoen bezig. We staan wel geplaatst voor de BDO World Trophy natuurlijk. En die speelt tegen Adam Smith-Nieuw. Ja, ook een hele interessante wedstrijd dus. Hamilton inderdaad, als geplaatste speler weet hij zich te plaatsen voor de World Trophy. Geen superseizoen, maar laat toch weer tekenen van leven zien. Ja, ook dat is een hele close wedstrijd. Ik denk dat Hamilton uiteindelijk toch met zijn podiumervaring daar best nog wel eens een keer een goede kans zou kunnen hebben. Al heeft Adam Smith-Nieuw dat inmiddels natuurlijk ook wel opgebouwd. Dus lastig te zeggen, maar ik geef toch het voordeel aan Hamilton in deze wedstrijd. Als je één naam mag zeggen, wie wint bij de heren? Als je één naam mag zeggen, wie wint er dan bij de heren de BDO World Trophy? Ja, dan ben ik lekker chauvinistisch en dan ga ik voor Wesley Harms, dat die gaat winnen. Al ga ik wel nog een tip geven voor Mario van den Boogaarden. Misschien bij het grote publiek iets minder bekend. Maar is pas sinds 2018 weer terug in de dartwereld. Is er in 2006 uitgestapt, dus is 12 jaar afwezig geweest. Maar sindsdien heeft hij toch al 3 toernooien gewonnen en ook nog een aantal finale plaatsen weten te halen. Het kon wel eens zijn dat hij verrassend uit de hoek komt en dat we onze Belgische vriend met het trofee omhoog zien staan. Buiten Richard Veenstra, Wesley Harms en Martijn Kleermaker spelen ook nog 3 andere Nederlanders. Er is eentje die is iets momenteel de qualifier aan het gooien. Daar kunnen we verder nog niks over zeggen. Dat zijn Willem Mandigers, Dirk Telkens en Chris Landman. Ja, en die zijn eigenlijk alle 3 geplaatst. Ja, ook zeker niet de minste spelers. We zien het de Nederlanders gewoon ontzettend goed doen dit jaar bij de BDO. De top 10, top 16 wordt overspoeld met Nederlanders, zouden we bijna kunnen zeggen. Hè, er zijn natuurlijk een aantal mannen vertrokken. Glenn Durrant, Mark McGeaney, maar ook jongens als een Scott Baker. En er zijn er nog wat meer die met name de Challenge Tour aan het gooien zijn. Ja, de Nederlanders die blijven, die gedijen daar goed onder. En die komen 1 voor 1 op. En ook de mannen die jij nu opnoemt, hebben zich weten te plaatsen. En hebben dus ook gewoon kans. Nou, dan hebben we de mannen gehad. Gaan we naar de vrouwen toe kijken. Ik denk dat de topfavoriete, ik denk toch Miru Suzuki. Ja, zeker. En daarmee noem je ook gelijk de meest interessante wedstrijd op bij de loting van de dames. De Suzuki neemt het op tegen de titelverdediger van vorig jaar, Fallon Sherrick. Ja, voor beide inderdaad weer geen makkelijke loting. Ik denk met name voor Sherrick niet. Want Suzuki die heeft misschien niet ontzettend veel gewonnen dit jaar. Maar als we kijken naar wat zij speelt, is het winstpercentage wel ontzettend hoog. Want zij komt natuurlijk niet altijd over vanuit Japan hier naar Europa. Maar als ze komt, ja, dan lijkt wel alsof alles in goud verandert. En dat ze wint. Dus ik denk toch dat Suzuki inderdaad de grote naam is om te kloppen vrouw is voor de World Trophy bij de dames. Andere kraker in de eerste ronde, ik denk dat je er maar 2 hebt bij de dames. Dat is Anastasia Dromobrislova tegen Sharon Prince. Ja, zeker. Natuurlijk de qualifier nog niet gespeeld, maar 2 vrouwen, Nederlandse vrouwen in het dames deelnemersveld. Ja, waarvan 1 Sharon Prince dan een ontzettend lastige loting heeft in Anastasia. Ik hou het bij Anastasia. Dus ja, ik vrees voor onze Sharon. Dobrobrusova is ook prima in vorm. Ik verwacht dat zij toch gewoon die partij voor de streep gaat trekken. Maar als kandidaat voor de eindoverwinning zie ik haar toch eerlijk gezegd niet. Goed, dan wil ik van jou ook nog 1 naam bij de dames. Wie denk je dat het toernooi gaat winnen? Ja, dan hou ik het toch op Suzuki. Ondanks de lastige eerste ronde. Goed, dan hebben we de BDO afgesloten. Kleine toevoeging nog is dat een lokaal toernooi is gewonnen door Kim Huibrechts. Mooie opsteken voor de Belg. Hij wist na de poolfase op het HS Zwaardje Masters te winnen van Wouter Vaas. Martijn Kleermaker, Jeffrey Spaas en Danny Noppert in de finale. Dus dat is echt wel netjes goede opsteken voor de Belg. Hopen dat we hem nog terug gaan zien dit jaar op tv. Gaan we naar de PDC verder. Dan gaan we kijken we toch naar de laatste 4 Eurotours. Nou, over Raymond hebben we het gehad. Die maakt nog maar kans op 1 Eurotour. Maar als we dan toch kijken, is in jouw ranking niet in het voordeel van bijvoorbeeld een
een Jermaine Wattimena die maar één keer geplaatst is. Nee, Wattimena inderdaad, die is slechts voor één van de komende drie Eurotour-toernooien geplaatst. De laatste in Gibraltar, dat moet nog gespeeld worden. Het kan zelfs zijn dat hij daar in de top 16 van de wereld gaat staan en op die manier geplaatst gaat zijn. Al denk ik dat Wattimena met zijn 18.000 ponden en zijn 20ste plek op de ranglijst al wel zeker is van het EK hoor. Ik vrees meer voor Vincent van der Voort. Die staat op met zijn 30ste plek op de schopstoel. De eerste 32 van deze ranking zijn straks geplaatst voor het EK. Ook hij is er alleen aankomend weekend bij en dan de twee keren daarna niet. Ja, hij zal toch echt wel wat prijzengeld binnen moeten harken, wil hij in die top 32 blijven staan. Want er staan nog wel een aantal mannen onder hem die wel twee toernooien mogen gaan gooien de komende drie. Ja, de eerst opvallende daarvan is Michael Smit. Het zal je misschien verbazen dat hij nog niet in de top 32 staat, maar is nog een beetje ongelukkig geweest deze Eurotour-campagne. Maar ja, is komend weekend erbij en ook de keer daarna erbij. Ja, die zie ik toch uiteindelijk wel gewoon in die top 32 komen. Ook Justin Pipe en John Henderson, die het laatste vloertoernooi ook goed doen, zijn er ook twee van de drie keer bij. Ja, wil Van der Voort 10 mannen onder zich houden, dan moet hij wat gaan winnen. Ja, ik denk zeker Michael Smith. Jij zegt ongelukkig. Ja, ik vind het eigenlijk niet heel ongelukkig. We zien eigenlijk een beetje de oude Michael Smith daar op de Eurotour. Negatief. Een beetje met de pet ernaar gooien als het niet wil. Ik denk dat het op de Eurotour dat het nog heel lastig gaat worden voor Michael Smith om dat om te draaien. Ja, daar zou je zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Dat is inderdaad een beeld wat we daar weer een paar keer van hem gezien hebben. Net op het moment dat je dacht dat hij dat een beetje achter zich gelaten heeft, steekt dat toch de kop weer op. Aan de andere kant is natuurlijk de Eurotour ook wel het podium waar hij groot is geworden. Hij heeft volgens mij vier van die toernooien weten te winnen in het verleden. Nou, buiten Van Gerwen en Wright en uiteraard de inmiddels afgezwaaide Phil Taylor is dat niet veel mensen gegeven. Ja, het kan ook zomaar zijn dat hij daar het juist weer heeft. Ja, hij is in vorm, dat heeft hij op de World Matchplay laten zien. Ik verwacht hem toch gewoon wel weer het nodige doen om in die top 32 te komen. Ja, goed, mooi speculeren over het EK. Gaan we volgende podcast zeker meedoen. Verder rest, Raymond van Barneveld, Danny Noppert staat momenteel buiten het EK. Nou, van Barneveld hebben we het al besproken. Noppert die staat sowieso nog geplaatst voor twee Eurotour-toernooien. En er moet natuurlijk nog een qualifier gespeeld worden. Dus twee goede resultaten kan genoeg zijn voor Danny Noppert. Verder zijn er nog vier player championships, een midweekse speelronde en eentje in het weekend uit mijn hoofd. Voor de rest zijn er ook nog wat WK-qualifiers bekendgemaakt. Dus, volgende podcast gaan we zeker ook terugkomen op WK-qualifiers. Die gaan aankomende maanden zeker bekend worden gemaakt. Ja, en daar had eigenlijk Dutch actueel een beetje een primeur mee. Dat de West European Qualifier zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in Leeuwarden op 20 oktober. Ja, verrassend. Een nieuwe locatie voor de PDC. Het WTC Expo in Leeuwarden. Daar schijnt al contact geweest te zijn. In vergevorderd stadium. Dus ja, wellicht dat de qualifier dit jaar niet in het zuiden van het land is, maar in het noorden, in Leeuwarden. Nou, dat is zeker leuk dat het in Leeuwarden is. Dat zou natuurlijk wel zeker aanwezig zijn, met name als speler. Het is zeker onder volbehaald. We hebben WTC Expo in Leeuwarden gesproken en PUC Europe. En zij stemmen toe. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website, naar het artikel op dartsactueel.nl. Verder deze maand wordt ook het JDC teamtoernooi gespeeld. De JDC International Open en de JDC WK Singles wordt allemaal in hetzelfde weekend gespeeld. Wordt in het weekend van 24 tot 26 september gespeeld. Nederland gaat met twee teams heen. Team 1 bestaat uit Jurien van der Velde, Luc van der Kwast, Daan Bastiaanse en Owen Roelofs. Die Owen Roelofs hebben we eerder in de podcast al gehoord op de Development Tour. In team 2 spelen Marcel Bus, Danny Jansen, Kevin Lasker en Pim van Beijnen. Heb je daar nog verwachtingen van? Of is dat zover dat we daar niet helemaal in zitten? Nee, ja, daar heb ik wel hoge verwachtingen van. Ik bedoel, Nederlandse jeugd is altijd goed. Op een of andere manier doen we dat gewoon heel goed in het opleiden. Met name, het zijn twee hele goede teams. Het zijn acht ontzettend talentvolle darters. Met name 10-1 met Jurien van der Velde, Luc van der Kwast, Daan Bastiaans en Omer Roelofs. Ja, die zie ik daar gewoon een titel pakken. Kijken natuurlijk in de Engelsen met Leed en Bennett. Die hebben een enorme topper. Maar ik denk in de breedte dat Nederland toch de topfavoriet gaat zijn daar hoor. Ja, dat denk ik zeker ook. Nou, verder hebben we geen majors deze maand. Dus dan zijn wij eigenlijk al bijna aan het eind gekomen. Ik wil Erik bedanken voor deze podcast. En wie weet, tot een volgende keer. Ja, jij bedankt Mike voor het mij als gast hebben in deze podcast. En wie weet tot de volgende keer.
Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar de Dart-podcast van Nederland achter de hockey. Wij danken DartShop binnen Nederland en Pools.com. En wij zijn over een kleine tijd weer bij u terug.